Binnenkort gaat de wintertijd in en gaat de klok een uur achteruit. De een vindt dat fijn, terwijl de ander juist meer moeite mee heeft. Maar hoe ga je nou zo goed mogelijk om met die wintertijd? Dat ga ik vragen aan chronobioloog Bert van der Horst. Bert, kan iemand nou echt last hebben van het ene uur verschil of zit het gewoon tussen de oren? Ja, dat kan best. Je moet eigenlijk zo'n dag dat de klok verzet wordt zien als een dag waarop je een jetlag van een uur ondergaat. En dan kun je wat vermoeider zijn, misschien wat minder goed slapen, wat minder presteren. Maar over het algemeen moet je zeg maar na een dag wel weer over dat probleem heen zijn. Ja, waar ik me meer zorgen om maak is eigenlijk dat we tijdens de zomertijd eigenlijk een uur eerder opstaan ten opzichte van de licht-donkercyclus. Maar onze klok schuift niet helemaal mee en dat betekent dus dat we niet eerder naar bed gaan. En dat we dus op doordeweekse dagen eigenlijk best een slaaptekort kunnen opbouwen. En dat noemen we dan een sociale jetlag. En we weten uit dierexperimenteel, maar ook uit epidemiologisch onderzoek, dat dat op lange termijn toch een risicofactor is voor het krijgen van aandoeningen. Waar ik bijvoorbeeld heel erg veel last van heb, is dat ik 's ochtends als ik naar werk ga, dat het al donker is. En als ik weer naar huis fiets, dat het ook weer donker is. Wat kan ik daartegen doen? Ja, dat is inderdaad een probleem. Op korte dagen kunnen we te weinig licht tot ons krijgen. We hebben licht nodig om die biologische klok zeg maar, goed in het gereel te houden ten opzichte van een licht-donkercyclus. Bij zo'n tekort aan licht tijdens de winterdagen zou ik zeggen, probeer gewoon 's morgens als je wakker wordt en zit te ontbijten al gelijk zoveel mogelijk helder licht tot je te krijgen. Het liefst zelfs blauw licht. En voor mensen die echt door willen slaan, zijn er zelfs blauw lichtbrilletjes te koop die zeg maar helpen om die klok zeg maar in het gereel te houden. En veel licht, is licht in de huiskamer voldoende? Nou, het moet echt goed krachtig licht zijn. Kijk, zonlicht is de meest krachtige factor om die klok te verzetten. Een flauw gloeilampje zal weinig doen, maar ik denk een felle halogeenlamp zal wel goed helpen. Er zijn ook lichtbakken van Philips, telbakken, die daarvoor in de handel die dat goed kunnen doen. Heeft u nog andere tips? Nou, je leeft het gezondst als je je eigen bioritme kunt volgen. Dus ik zeg zelf dat ik probeer de wekker zoveel mogelijk te vermijden. En ga werken en naar school als jouw lichaam zegt dat het daar ook tijd voor is. Ik realiseer me dat dat niet in alle gevallen makkelijk is, maar het zou wel het gezondst zijn.